What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Video Corner. Met vandaag een review. Met mij, Arun. En mij, Mirza. En ik, Hakan. Ja, ik moet wel even kort toelichten. We zeiden in de aflevering dat Adam erbij zal zijn. Wegens omstandigheden is hij er niet. Helaas. Maar niet getreurd. Hij komt vast wel een keertje langs, toch? Ik ben er. Ik ben er. Misschien is het de kijker, de luisteraar, die ziet dat natuurlijk. Maar misschien is de kijker opgevallen. We zitten in een iets andere setting. We zitten namelijk in de VU. In de VU Doetinchem. In de VU Doetinchem, ja. Ze zijn zo vriendelijk geweest om ons hier te ontvangen. En om een filmpje te kijken. Ja. Welke film hebben we gekeken, jongens? Transformers. Rise of the Beasts. Ja. Dat is hem. 8 juni in de bioscoop verschenen. Volgens mij 7 juni in première gegaan. Ja. 8 juni officiële release datum. Ja. Jongens, laten we gelijk beginnen. Kan een van jullie toelichten, waar gaat de film over? Zonder spoilers? Zonder spoilers? Zonder spoilers. Zonder spoilers, alsjeblieft. Ja. heel kort maar krachtig. Het is eigenlijk een vervolg van Bumblebee. Transformers Bumblebee. Daar is het gevolg op. Het is nu, vechten ze dus tegen, in de trailer zie je het ook, tegen Ultron. Ja. De planeteneter. En in plaats van de Decepticons heb je nu twee andere soorten. Ja. Je hebt de Maximals. En de, die zijn ook groots aangekondigd, ook in de trailer. Ja, klopt. Verschillende diersoorten leven in de jungle. Klopt. En in de trailer heb je er nog één. Nou? Nee, in de trailer heb je er niet nog één, sorry. Er zijn er maar twee. De Maximals, die worden laten zien. Ja. En de Autobots laten zien. Ja. Mm-hmm. En daar heb je Unicorn. Maar waar Unicorn bij hoort, daar zeg ik nog niks over. Oké. Okay. Wat er vooral gebeurt in de film is, gaan we terug in de tijd. We zien eigenlijk wat er vooraf is gegaan, inderdaad. Dan gaat het vooral over een sleutel. Die is opgesplitst in tweeën. Ze hebben een sleutel nodig. Maar ja, daar zijn de Transformers. De Autobots to the rescue. Duiken weer op na een hele lange tijd. Ik moet wel zeggen, nu ben ik zijn naam kwijt. Maar de Porsche. De Porsche. De Mirage. Mirage. Mirage, ja. Ik zeg wel, Pete Davidson is de guy voor de rol als dat. Dat vond ik ook. Dat tijdens de film heb ik me geen andere persoon kunnen voorstellen in de rol. Hij heeft het geweldig gespeeld, om heel eerlijk te zijn. Ook in real life, Pete Davidson is wel een beetje een clown. Ja, klopt. maar dat is zijn act. Maar je hebt altijd een rol ergens dat er zo'n lollige guy tussen zit. Ja, dus die een beetje de sfeer maakt en zo. Dus hij is er echt ideaal voor, klopt. Ja, Pete Davidson is echt die guy daarvoor, inderdaad. Dat vond ik echt vet. Ja, nee, ja, voor de rest zou je de film maar moeten kijken. Maar jongens, vooraf, we willen niet veel weggeven, toch? Nee, we moeten niet te veel spoilen. We hebben wel gewoon een beetje algemeen verteld waar de film over gaat. Maar jongens, wat waren jullie verwachtingen vooraf de film? Ja, weet je, ik heb de Transformers helemaal niet eens gekeken, zeg maar, de laatste films en zo. Ik ken de Transformers vooral uit mijn jeugd. Ja. Dus dat was echt vooral de animatieserie. Dus ik ging er eigenlijk best wel... Ja, met nul erin eigenlijk, wat had ik verwacht. Ja, wel een beetje kennis toch? Wel van de Autobots en beetje, zo. Maar dat wel. Maar de laatste film... Hebben jullie de laatste films gezien daarvoor? Nee. Ik ben exact hetzelfde als jij. Ja. Ik heb echt... ik hou van Transformers, maar dan vooral de animatieversie. Weet je, ik heb Transformers altijd als van nog uit mijn jeugd. Van met, toen de Power Rangers nog waren. Dat soort dingen. Weet je wel, uit die tijd. Ik heb dat ook. Exact hetzelfde. Maar je hebt andere films wel gezien? Ik heb laatst nog alle films teruggekeken. Kijk. Inclusief Bumblebee, want ik wist dat deze uit zou komen. Dus ik heb ze allemaal vanaf deel 1, 2, 3, heb ik alles gezien. Ja, we zien Bumblebee ook terug in de film, inderdaad. Ja, RC, ingesproken door Liza Koshy. Kunnen we kennen van de ex van David Dobrik. Oh, ja. dat is ook echt kut als je zo bekend staat toch als de ex van. Maar het is wel zo, ik ken daar voor je niet. Maar de ex van David Dobrik. Ik ben een bekend persoon, wie ben dan? Maar wel echt onbekende personen die de voiceovers hebben gedaan, man. Ja, veel bekende namen. Ja. Van Primal, die Ron Perlman. Van Sons of Energy natuurlijk. Ik ook... Ja, maar nog groter, van Hellboy. Oh, van Hellboy, ja. Oké, okay, ja. Ja.
Veel namen. Maar vooral Pete Davidson viel op. Maar ik denk dat Pete Davidson ook misschien wel de grootste rol heeft gekregen in de film. En ook... Los van overal spelen. Die laatste... heel veel prijs had gewonnen. Van Everything, Everything, All at Once. Oh, ja. Zij deed de stem van Airazor. Ja, klopt. Michelle Yeoh, inderdaad. Ik zag hem inderdaad. Best female supporting actress. Supporting female actress. Wat hebben we gezien, jongens? Waar heb je echt van genoten? Laat me horen. Zoals ik al net zei, ik kom meer uit die animatietijdperk. Maar dus ik had verwacht dat het niet echt een film van mij is. Ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Uiteindelijk wel verrassend. Ja, ik geef vooral wat ik altijd een film vind. Ja. maar ik vond de balans qua realiteit en animatie, zeg maar, vond ik echt wel goed. Weet je wat ik had in het begin? Ik zag direct een strijd tussen aap en... Transformers. Maximals. En de Transformers. Ik had op een gegeven moment wel het idee van... als dit het gaat zijn... dan gaan we gewoon kijken naar de Guardians of the Galaxy. Het is omdat je kent de Transformers vooral van auto. Normale auto. Zet ze gewoon een Transformer. Dus in het begin had ik wel het idee van... zij gaan volgens mij echt de andere kant op. En dit wordt een soort van Guardians of the Galaxy themed film. Met outer space gebeurt. En robots die in the middle of nowhere met elkaar aan het vechten zijn. Ja, inderdaad. Ik had even het idee inderdaad dat het een ding zou worden, een Marvel film zou worden, maar het was er niet. Maar toch zagen we nog een andere Marvel character in de film. Want als je goed kijkt, aan het einde zien we daar Iron Man of zoiets. Kleine hint. Ik zeg verder niks, dan zou je de film moeten kijken. Dat vond ik wel nice gedaan. Ja, ik had wel op een gegeven moment het idee van... We zijn wel een beetje de Marvel kant op aan het gaan. Want in het begin inderdaad was het echt outer space, vliegen dit en dat. Daar dacht ik al van, oké, is Game of Thrones. Of Game of Thrones eigenlijk, Guardians of the Galaxy. Ja. Maar later ook, toen ik het pak... Zag je inderdaad. Het is best wel lastig. Ik wil ook niet te veel weggeven. Maar we zagen een man in pak. Die ook een jetpack had, toevallig. En die ook kon schieten vanuit zijn vuistje. Ik zag die al lichtjes aankomen toen ik hem in de trailer zag. Okay. Want in de trailer... in de trailer zie je ook een stukje. En dan denk je van... Nee toch, zal het? Ja. Ik had wel mijn vermoedens. Ja. Jouw hartje ging ook al wel iets sneller kloppen toen je dingen zag, Iron Man pak. Nee, dat niet. Maar je hebt in de trailer een stuk daar, die gooit de sleutels. Ja. Gooit hij naar die persoon en die zie je ook gelijk om zijn hand heen rappen. Naar Noah. Ja, van Noah. Ja. En daar had ik al gelijk van, maar in de film komt die scène en dan denk je van, oh, nee, toch niet. Jongens, ik heb wel een andere vraag. Als je een Transformer zou zijn, wat voor auto zou je zijn? Wat voor auto? Ik zou zeggen. Ja, dat is lastig. Fiat Multipla? Nee. Weet je wat wel is? Kijk, ze waren heel lange tijd waren een soort van... Even de sportauto's. Nee, heel lang... Ja, sportauto's kan ook. Ja, in principe, als je op Dubai vliegveld gaat zitten met een sportauto... Ja. Daar kan je 10 jaar... Nee, maar ze moesten zich een beetje schuilhouden, toch? Dus dan moet je wel een auto dat goed kan camoufleren. Kijk, zo'n sportauto, wat ik zeg, in Dubai... Ja, de vliegveld staat helemaal vol met auto's vol met stoffen. Dubai kan het. Doe maar eens in Amsterdam. Nee, maar daarom. Je bent in Nederland. Wat voor auto zou je zijn? Kijk, zo'n Multipla, die kan je gewoon langs de weg laten staan... Niemand vraagt ernaar. Ik kan dat gewoon wegroesten. Opel Corsa, denk ik. Of een Mitsubishi Colt. Ik weet wat auto A kan dus. Ik denk een Lupo. Wel een 3 liter groene label. 1/33. Absoluut niet. Nee, jongens. Ik zei het al. Wat vond je echt goed? Wat vond je echt slecht? Nou, wat ik echt goed vond was Pete Davidson. Echt gemaakt voor de rol. Daar gaan we verder eens niet zo lang over hebben. Wat ik nog een dag... Ja, we hebben het al een stukje over gehad. Ja, klopt. Maar wat ik nog meer vet vond was gewoon de 90s hip-hop. En we zien het steeds vaker terug, hè? Ja. Ik vond het echt goed, inderdaad. Steeds vaker terug. Ik vond het echt... Ik weet niet meer welke film het was. Volgens mij was het ook Mario. No Sleep Till Brooklyn. Een beetje die 90s. Het was hip-hop rock, hè? De Backstreet Boys. Ja, maar ook gewoon. Welke film was er nog meer? Exact dezelfde tune hadden ze gebruikt. Waren er ook een keer over? Ik ben het vergeten. Galaxy.
Guardians of the Galaxy heeft ook Guardians heel veel 80s en 90s pop. Klopt. Maar dat is vooral pop. Maar is het een terugkerende hype of zo? Dat het meer, dat het steeds meer jaren 90 wordt gedraaid? Weet je wat het is? Gedraaid? Ik vind dat de jaren 90, de muziek, dat pakt je gewoon veel sneller. Het blijft je altijd zitten. Ja, dat is zeker zo. Want ja. Heb jij nu nog nummers uit de Zero's waarvan je denkt van, ja man, dat was echt een banger. Nee, dat is vooral Ketchup Song, weet ik veel. Ja. Nee, Zero's, niet Zero's. Jij bedoelt de tens en de twenties. Dat is vooral allemaal TikTok-muziek. Vandaag uitgekomen. Ja. Maar dat gaat ook zo snel. Als ik nu aan jou vraag, noem een TikTok-trend van eergisteren. Ja, dat weet je niet. Ja, daarom, klopt. Daarom, de muziek blijft ook niet bij. Maar destijds was het anders. Destijds was het ook niet van, ik ga mijn eigen muziek uploaden op Spotify. Het was echt gewoon via een recordlabel. En niet iedereen kwam binnen bij een recordlabel. Dus die muziek van toen is ook echte dingen. Maar ik denk ook het effect van, zo, die heb ik lang niet meer gehad. Dat effectje wat je ook krijgt bij sommige muziekjes. Dat creëert ook een bepaalde, werft een beetje aandacht wanneer je zo'n scène kijkt. Ja. Ja. En als ze mogen gewoon perfect matchen met een scène, dat is gewoon ideaal. Ja. Nog een andere toffe ding. Even kijken, ik heb hem opgezocht. Ja, de movie raps. Heel veel movie raps. Dus de referenties naar films. Ja. Lijkt mij wel een beetje. Dat is mijn gemiddelde dag. Overal gewoon knal ik even, lijkt op dit, lijkt op dat. Nee, maar volgens mij in het begin had je een dingetje. Daar zeiden ze ook nog van, you should go less to the, wat is het, drive-in cinemas. Oh, you're not allowed to go to the drive-in cinemas. Oh, ja, je bedoelt met Bumblebee. Maar ook omdat later dat ze zo'n dingetje naar beneden gaan, dan zegt hij zo van, shit like Indiana Jones. maar ook say hello to my little friend. Ja, klopt. Weet je waarom dat komt? Bumblebee, zijn stembanden, die zijn er al uitgeschoten in deel 1. In Bumblebee, in Transformers Bumblebee. Okay. Wordt hij bedreigd en dan zegt hij van, geef de locatie van je vrienden op. Yeah. En hij zegt, I shall never speak about that. Yeah. En dan zegt hij, prima, laten we het officieel maken. En trekt hij zo zijn stembanden eruit. Yeah. Dus Bumblebee gebruikt de radio om mee te praten. Waardoor hij bekende liedjes opnoemt. Mm. Bekende refreinen uit films. Okay. Hij gebruikt zijn radio om te communiceren. Gelukkig en vandaar ook. Haar kan bij. Eigenlijk zou Adam erbij zitten. Ja, nee, maar jij had het over movie references. Ja. Ik kan er ook wel even in fietsen. Had ik wel even bijvoorbeeld... toen Optimus Prime bijna door dat ding werd opgezogen. En dan Noah hield hem zo vast. Ja. Oh, ik had toen verwacht dat Vin Diesel aankwam zou komen. En zou zeggen, family. No, family. Of hij zegt tegen hun van, gaan jullie maar weg. Ik ga mezelf opofferen. Yeah, I'll be back. I'll be back. Nee, er zitten heel veel movie references in. Wat ik eigenlijk ook wel dat tof vond. Wat ik wel, ik vond wel... een keer op verandering in de Transformers. Want het is al vanaf Transformers 1 is het Autobots tegen Decepticons. Je vertelt aan twee jongens die eerder een... Jullie hebben de cartoon gezien. De animatie hebben jullie gezien. En het is altijd al Autobots. Was Decepticons. Waren de Maximals er al bij de dingen? Ik kan me niet meer herinneren. Ik kan me echt niet herinneren. Nee, Maximals zijn nieuw. Zijn nieuw. Nee, maar ik vond het wel een tof concept. Er zit ook een trilogy aan te komen. Ja. De tweede, de eerste is net uitgekomen. De tweede en de derde zitten er ook weer aan te komen. Zijn al aangekondigd. Het is al bekend dat het een trilogy wordt. Mm-hmm. Ook zagen we de box-office cijfers. Volgens mij tikte ze in Amerika, wereldwijd, volgens mij 180 miljoen euro aan. Of 180 miljoen dollar. Wat eigenlijk best wel een goede binnenkomer is in je eerste week. Ja, dat is echt. En we hebben even een tijdje moeten wachten ook op een nieuwe Transformers. Want weet je toevallig nog wanneer de laatste was? 2019 volgens mij. Ja. Zullen we snel kijken? Ga jij even snel kijken? Want... Mijn telefoon staat uit. Staat hij uit? Dan ga ik even kijken. Voor beveiliging. Je weet, Siri wil best lastig zijn bij mij. Dan zie je, gaat altijd dingen. Dus ik voorkeur, was het Bumblebee, zei je de laatste? Ja, 2018. Bumblebee, 2018. Ja, je denkt, dat is pas geleden, maar dat is al 5 jaar geleden, man. Mm-hmm. Ja. Time flies when you're having fun. Nee, jongens. Hebben jullie nog iets wat jullie tof vonden? Ik vond die dat eindgevecht vond ik wel vet. Ja, dat is... inmiddels is het ook een... Ja, bij superheldenfilms, acte 3 is altijd de clash of. Dat is wel eigenlijk een go-to. Ik had ook niet verwacht dat die primals kunnen transformeren. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ze echt dieren bleven gewoon. Hoe bedoel je? Niet de primals, de maximals. Dat ze auto's... Dat ze ook kunnen transformeren echt in robots. Ik dacht dat moet toch ook? Het zijn transformers. Ja, nee. Ja. 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 Ja.
Maar ik weet niet, het duurde zo lang. Ik begon op een gegeven moment echt te denken van... Mm. Ik had halverwege de film, er was een beetje actie in het begin. Verhaal begon, ja, uiteraard, het is een nieuwe karakter. Je gaat de karakter een beetje leren kennen, dus... ik vond het nog wel interessant, hè, om die jongen te leren kennen. Ik had halverwege een kleine dip. Ja, ik weet niet waar het aan lag. Ging me even allemaal te traag. Ja, ja. Welk stukje ongeveer? Hoe bedoel je? Waar waren we toen? Ja, net voor het scène dat ze naar Peru gaan. Oh ja. Ja, en ja, Peru, ja, Peru, ja, begint dan echt actie weer. Ja, klopt. Nee, maar gebeurt er nou is dat, dat de bird omzet naar... Oh nee, sorry, dat is, nog, dat is na Peru. Wat gebeurde eigenlijk voor Peru? Voor Peru. Ja, gewoon heel veel gepraat was het. Ja, maar dus ja, is ook die dus scène dat, beetje... dat hij naar zijn broertje gaat en dat Mirage bij hem ja, komt. Ja, juist. Maar ik vond het wel geweldig hoe die broertje was. Beetje emotionele boel. Ja, weet je wel, van zorg voor mijn broer, want ja, als hij doodgaat, I'm coming for you. Maar denken jullie, nu je hebt gezegd dat er nog deel 2 en 3 komt, denk je dat die broertje nog ergens een rolletje gaat krijgen? Misschien ergens? Misschien niet in 2, maar ik denk wel in 3. Want dit speelde zich af in 1994. Ja. Dus ik weet niet, volgens mij is er nog helemaal niks bekend over scripten van de tweede en de derde. Maar ik weet niet of de broertje terug zal keren, man. Nou, wie weet. Ja, want hoe heet die hoofdrolspeler nou? Noah die gaat denk ik een soort van eigen pad opslaan. Nou, ik kan niet zeggen welke pad hij op gaat slaan. Oh, ja, geef dat, ik al heel veel... dat de andere film komt. Ja, precies. Ja, 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 dus ik weet niet of het broertje nog echt betrokken zal zijn. Oké, ja, we zullen het zien. Jongens, ik wil van jullie een... Maar, oh, jij wil nog wat zeggen? Ja, want we zijn ook bekend met Transformers. Hoe Transformers met... Ja, jij bent bekend met Transformers. Nee, maar Transformers 1 kwam met Megan Fox en... Megan Fox. En die andere... Ik dacht al, wie is Megan? Die ook van Disney, weet je wel? Die hoofdrol spelen. Ariana Grande. Nee, die heeft in... Miley Cyrus. Nick Jonas. Nee, de Jonas Brothers. Alle drie. Alle drie? Ja, nee, maar wie bedoel je? Selena Gomez? Nee, man. Ik ben die naam vergeten. Ja, we hebben hem niet gekeken. Keenan en Kel. Nee. Die, ja. Zack en Cody. Ja. Nou, weet je wat? Het is? Van Bumblebee of Transformers 1? Nee, van Transformers 1. Zal ik eens even, scrollen? Ik kan die naam niet uitspreken. Sherlock Holmes. Wat? Nee, man. Hij heeft ook een moeilijke naam. Oh, hij? Ja, hij. Oh, we zitten hier naar vrouwen te zoeken, ja, man. Nee. Tyrese Gibson. Nee, jongen. Wat is er nou? Wie zoek je nou? Shelle Boef? Nee, hoe heet ik je? Boef? Hij verstaat ook echt alleen maar Boef. Hè. Hij verstaat die hele voornaam niet. Ja. La Boef. Zoek dan op. La Boef, ja, ik ben er doorheen aan het scrollen, maar ik zie geen Disney-sterren. Vriend, gewoon die hoofdrolspeler van Transformers 1. Oh, Shia LaBeouf. Is hij van Disney? Nee, toch? Hij was van Disney. Oh. Je ziet hem in deel 1. Ik zie hem niet in een andere Disney-film, zie je, man. In de jonge jaren zat hij. Hij zit in deel 1. Ja. Samen met Megan Fox. Ja, ja. In deel 2 komen ze met z'n tweeën terug. In deel 3 is Megan Fox in één keer weg. Ja. En in deel 4 is hij ook in één keer weg. Okay. Gaan we in één keer. Dan dus compleet nieuwe cast eigenlijk. Ja, dan komt er in één keer een compleet nieuwe cast. Ja. Oh, shit. Mark Wahlberg die komt er in één keer in. Okay. Samen met zijn dochter. En in de laatste deel zit hij zelfs zonder zijn dochter erin. Is die dochter ook in één keer weg. Okay. En toen kwam in één keer Bumblebee. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Het kan zo zijn dat er in deel 2 een compleet nieuwe cast is. Dat verwacht ik dan weer niet. Dat, nee, denk want, ik niet. Nee, maar Transformers Bumblebee was ook een compleet andere cast. Hij zegt toch, dat zijn mijn vrienden. Nee, maar er wordt wel iets gezegd dat refereert naar de volgende film. Ja. Dus we gaan er niet verder op in. Anders geven we het maar als ze zeggen dat het een trilogy wordt, dan denk ik... Ga ik ervan uit dat het dezelfde mensen blijven. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Bumblebee los is, toch? Bumblebee is een spin-off. Je hebt Transformers 1, 2 en 3. En dan heb je Bumblebee. 1, 2, 3. Maak er maar 4 en 5 van. Ja, oké. Maar dan heb je Bumblebee. Ja. En dat is dan gewoon een spin-off. 1, 2, 3, 4 en 5. Dat is gewoon het main verhaal. Maar dit wordt gewoon Transformers Rise of the Beast. Transformers Rise of the Beast 2 of zo. Wat wordt het? Waarschijnlijk wel. Echt Letterbox. Return of the Beast. We zitten al de hele tijd op Letterbox hier. Even kijken. Rise of the Beast heb ik hier. En dan het vervolg is... Rise of the Beast 2 staat er. Oh, dat bestaat al. Ja. Yeah, the first of two planned sequels to the 2023 film Transformers Rise of the Beast. Oké. Peter Cullen. Keert erin terug. Dat staat erbij. Nice. Weet je ook wie dat is?
Ja, dat is coach Ted Lasso. Nee, maar even serieus, weet je ook wie hij is in de film? Ja, Optimus. Optimus Prime. Optimus Prime, dat is de stem van Optimus Prime. Mm. Nee, even kijken. Nee, wacht, wie dingen speelt er ook in, zag ik, hè? Ted Lasso zelf. Ja, ik was aan het ogen, maar Ted Lasso speelt er ook echt in. Oké. Even kijken. Nou, hij staat hier niet in het lijstje. Maar hij speelt er wel in. Of ja, althans, hij is stemacteur. Misschien plakken we hem in de show notes, weet ik niet. We zien het wel. Komt goed. Misschien zal hij wel een van de slechte dingen zijn. Jongens, jullie hebben te veel geluld. Ik wil een conclusie en een rating. Conclusie geëerst? Nee, ik ben eigenlijk meer benieuwd naar jullie mening. Mijn mening is bekend. Zoals ik al zei, ging er al best wel gewoon blank in. En ik had verwacht eerlijk dat het gewoon saai zou zijn. Maar ja, het heeft me echt super verrast, man. Het heeft me echt verrast. Had ik ook wel verwacht van jou. Zoals ik al zei, ik kijk niet naar die animatiefilmsachtig iets. Sci-fi. Sci-fi. Ja. Maar de balans qua die sci-fi en realiteit, dat vond ik echt supergoed. Het stoorde niet en het had continu mijn aandacht. Het verhaal was ook goed. Ik geef 4 van de 5 sterren. 4 van de 5. Ja. Oren jij dan? Sorry, ik was ondertussen aan het zoeken. Hij zit nog steeds met zijn Ted Lasso. Het was niet Ted Lasso zelf die erin speelde. Sorry, het was Christo Fernandez. En dat is de spits van FC Richmond, no. Ted Lasso. Sorry, maar jongens. Ik hou mijn conclusie erg kort. Ik zeg gewoon verrast. Verrast, zeker. Verrast. Maar mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar de animatieversie. En dat zal ook zo blijven. Mm. Ik vind hem niet heel slecht. Dus geven we wel een 3,5 sterren. Mm. 3,5? Ja, 3,5 is best oké, toch? Ja, dat is zeker oké. Dat is hoger dan jouw gemiddelde op school. Op Letterboxd heeft hij 3,1 gescoord. Oké, jouw conclusie. Jouw conclusie. Waarom moet je nou in één keer vuren? Maar goed. Ik vind het een. Ik vind Transformers vind ik sowieso leuk. Ook de animatieserie heb ik vroeger ook gekeken. Vooral omdat hij op Marvel lijkt. Nee, heeft niks met Marvel te maken. Dat ik het leuk vind. Maar ik hou ook wel van auto's. Dat sci-fi, dat is helemaal mijn ding. En vooral de moderne films vind ik altijd wel leuk. Is dit de beste Transformers film die je hebt gezien van de laatste 5, 6 jaar? Dit hoort wel in mijn top 3. Okay. Deze komt makkelijk in mijn top 3. Ja. Cijfertje. 4,5. We geven Spider-Man 5. Dit was niet de Spider-Man level. Ik heb Spider-Man niet gezien. Ik geloof echt niet dat het 5 waard is. Ja, maar oké. Okay, ja. Ik geloof het echt niet. Er zitten wel een beetje oude Spider-Man references tussen. Ja, 5 is gewoon masterpiece. Kijken of die draait? Nee, maar jij geeft 4,5. Ja, wat geef jij? Ik had 4 van de 5 zeker. Ja, dan zou ik gewoon 4 zeggen. Want ik zei 3,5, jij zei 4,5. Hij zegt 4 is gemiddelde. Ja, 4 gewoon gemiddelde. Ja. Dames en heren, wij geven Transformers Rise of the Beasts geven 4 sterren. Yes. En vooral omdat er Pete Davidson erin speelt. Ja, maar ik vind nog oprecht, ik vind dat zo... Ja, hij is een funny guy. Hij speelde ook in Fast X. Ja, maar de winkeleigenaar. Weet je nog dat we tijdens de podcast hadden we het hierover. Toen zei ik ook nog Pete Davidson stond erin. En dan stonden wij allemaal te kijken van, ja, maar... Ja, Pete Davidson is... Had je het verwacht dat hij het zo goed zou doen? Nou, ik weet wel. Ja, Pete Davidson, als hij iets doet, doet hij het wel goed, man. Ook een Fast X. Hij deed het gewoon... Zijn rol in die winkel doet hij goed. Maar er zijn niet zoveel rollen dat past bij hem. Het is gewoon zo'n stoner. Ja. Die heeft zich gewoon clown gedraagd. Ja, maar sinds zijn affaire met Kim Kardashian. Hij is bekender geworden. Zo gaat ze. Dat gaat echt goed, normaal man. Nee, maar daarvoor ook wel, hoor. Normaal gaat Kim Kardashian met die bekende om bekender te worden. Ja. Maar nou is het andersom gegaan. Ja. Ja. Jongens, ik wil afronden. Nou. Nogmaals, Transformers Rise of the Beast krijgen van ons 4 sterren. Hebben jullie nog meer requests? Je kan gewoon ons DM'tje doen. Via Instagram. At The Video Corner. We zijn ook te vinden op TikTok, at The Video Corner. Wil je niks missen? Abonneer op onze YouTube kanaal en op onze podcast via Spotify en Apple Podcasts om niks te missen. Nu je dat toch rondhangt, hè? Geef even een like. Laat even een review achter. Plaats een comment. Abonneer. Deel ook met wel. Je vrienden. Ja, toch. Jongens. Bellen ook aan. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Belletje is belangrijk. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. We willen VU nogmaals bedanken. VU Doetinchem. Ja. Het was vandaag 30 graden. Maar we zaten lekker gekoeld in de zaal. Kijk, dat hebben ze dan weer ideaal geregeld. Dat is altijd ideaal.
Hakan ook genoten van zijn bakje popcorn. Nogmaals, Doetinchem, vuur Doetinchem, bedankt. Dankjewel. Die komt ook in de compilatie. jongens, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Yo. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@pack-corner.nl.